hebben de mogelijkheid gekregen om e-sports en gaming te promoten en te activeren voor de Dutch Media Week. En we hebben game evenementen en we hebben sprekers die inhoudelijk lezingen geven over alles rondom e-sports en gaming. Vandaag doen we op de Experience Days is, we hebben hier een 30 jaar Power Limited gaming expositie neergezet. We zijn hier vandaag voor het eerst en we zijn hier tot eind oktober en dan kunnen mensen hier 30 jaar Power Limited ervaren. Niet alleen de magazines, maar ook de games die we 30 jaar geleden speelden tot nu. Leuk om even een keer van binnen te zien, hè, Indy? Dat op tv zien. Dat je de setting zag, bijvoorbeeld van Galita en Sophie. Zelf even gelezen van de autocue, dat ging. Dat ging prima. Voor het NOS Jeugdjournaal. Ik wou ze eigenlijk wel zien, maar uiteindelijk bleek alles leuk.